Maar het was geen geweldige wedstrijd, denk ik. Maar ik denk dat je heel blij bent met toch 3 punten, of niet? Ja, ik ben blij met de 3 punten. Ik denk dat het einde was chaotisch, slecht. Maar het eerste uur was goed. Alleen je maakt de kans niet. Je krijgt heel veel kansen en die maak je niet af. Ja, dan kom je uiteindelijk in de problemen. Maar dat het slecht was, vond ik niet. Ismael, je zou het bijna niet zeggen, maar het was je officiële debuut, hè? Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Hoe vond je het gaan? Wat is nog moeilijk, omdat ik ben een hele tijd uit geweest. En afgelopen maandag heb ik een half uur met de tweede helft al gespeeld. Vandaag een half uur, dus ik ben wel fit, maar nog lang niet wedstrijdfit. Hoe komt het dat het zo moeizaam was vandaag? Ja, het is altijd wanneer we de kansen niet afmaken op het begin, dat we het tot het laatste moment moeilijk krijgen. En dat was vandaag ook zo. Nou, denk ik dat Volendam ook wel met heel veel mensen achterin ging spelen op een gegeven moment, hè? Toen het nog 1-1 was. Ja, inderdaad gingen ze met bijna 10 man gewoon achter de bal. En dan moeten we proberen doorheen te komen en als het niet lukt, dan counten ze allemaal eruit. En dat gebeurde ook af en toe. Maar gelukkig hebben we toch gewonnen. Het was ook niet echt een hele fijne wedstrijd om in te vallen volgens mij, toch? Nee, dat ook niet. Kijk, het liefst zou je willen dat tot 3-4-0, dat we dan 3-4-0 voorstaan, dat je dan rustig kan invallen. Maar nu word je ingebracht in een 1-1, wat mij niet uitmaakt natuurlijk. Het liefst wil ik gewoon veel spelen, maar het zou wel fijner zijn om in te vallen wanneer je voorstaat. Maar dat er veel kansen gemist worden, dat is wel een soort van rode draad door het hele seizoen al, hè? Exact, ja. Veel te veel wedstrijden die uiteindelijk veel te laat of niet worden beslist. Ja, dat is gewoon echt een probleem. Hoe komt dat die kansen niet afgemaakt worden? Ik weet het niet. Daar moet een bepaalde koelbloedigheid en kunde en kwaliteit zijn. En die missen wij. Want als je naar de voorhoede spelers kijkt, naar de namen, die moeten in principe, zou dat niet zo'n probleem hoeven zijn? Nee, maar ook klaarblijkelijk zijn ze niet zo goed als iedereen zegt. Dan had je ook nog kunnen scoren misschien. En dat hoort eigenlijk een beetje bij het debuut bij Ajax. Ja, dat is waar. Dat zeiden de jongens ook voor de wedstrijd. Dat het helemaal mooi zou zijn als ik in zou vallen en zou scoren. Maar ja, nu de 3 punten pakken tegen Volendam, dat is voor mij ook al heel mooi. Heb jij enig idee waarom die kansen maar niet afgemaakt worden? Nee. Nee. Ik denk toch wat scherpte voor de goal. En dat is het eigenlijk. Je was zelf ook weer een keertje dichtbij vandaag, hè? Vertel. Ja, 2 keer. Eerste bal gewoon uit de lucht geschoten. Zat bijna, keeper pakte hem weer. En de tweede moest iets meer naar rechts schieten. En dan zou hij wel erin vliegen, denk ik. Maar was net naast. Ik ben een hele lange tijd uit geweest met mijn knie. En mijn knie reageert weer goed zoals gewoonlijk. Dus dat is voor mij heel gunstig. Ga je nu langzaam uitbouwen, meer minuten maken? Ja, dat is denk ik wel het beste. Dan maakt het niet uit in de eerste helft of tweede helft. Maar voor mij is het nu belangrijk om veel wedstrijden te spelen. Deze wedstrijd snel vergeten of juist niet? En nog lang over napraten. Nou ja, goed. Kijk, dit is ook weer een wedstrijd. En we hebben er al meerdere van deze beleefd. Dus het is duidelijk dat ook hier moet je weer de goede en de slechte dingen van eruit halen, bespreken. Meenemen naar de volgende wedstrijd. Die ook weer heel belangrijk is tegen Fiorentina.